toppers, welkom bij een nieuwe video. Voor alle nieuwe kijkers, mijn naam is Kimberly en ben je nog niet geabonneerd, vergeet dan vooral niet om te abonneren. Het is vandaag zondag 23 juli en zoals de meeste mensen weten komt Burna Boy vandaag. Hopelijk echt. Ik heb gisteren wel gezien dat hij wel is aangekomen, dus dat is een goed teken. Nu maar hopen dat vandaag ook gewoon goed is georganiseerd. Maar goed, het is 3:10. En mensen, ik was zo moe dat ik eventjes snel een powernap heb gedaan en zo. Want ik was weer een andere outfit gaan zoeken omdat het best wel bewolkt is buiten. Maar ik denk dat ik toch mijn eerste outfit gewoon aan ga doen. Dus ik ga me nu snel klaarmaken. En als ik klaar ben gemaakt, dan kom ik weer bij jullie terug. Nou guys, ik ben klaargemaakt. En oh ja, ik was jullie vanavond vergeten te vertellen. De vorige keer ging ik met mijn nichten. Maar de helft gaat niet meer mee. Dus ja... We hebben last minute besloten dat we die jongens meenemen. Jairo en mijn neefje gaat ook mee. Dus ja, na lange tijd gaan we weer gezellig op stap. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, laat me zien wat je aan hebt. Heb je aan, Jai? Ik heb mijn één Gold Vital shirt. Mijn broek van de Zara. En mijn Balenciaga tracks. Oké, okay, drip, drip, drip. Nou, dit is wat ik aan heb. Dit setje van PLT, laarsjes van Shein, en ik moet nog even kijken welke jas ik erbij aan ga doen. Zo. Nou, ik ben nu aan het wachten op mijn zussen en ik ben al een beetje geïrriteerd, want even serieus, het is al 5:30 inmiddels, we zouden 4:30 vertrekken. Met deze mensen kan het nooit normaal. En ik weet gewoon, de vorige keer was het super druk gewoon daarom al. Dat je gewoon heel lang in de file stond om daar überhaupt te komen. Dus ja, we gaan het zien hoor. Ik heb er echt geen zin in dat. Maar goed, het is niet anders. Wachten totdat ze er zijn. We zijn weer thuis. Hoe vond je het, Jai? Leuk. Ja, hier even genoten. We hadden staanplaatsen. Uiteindelijk waren we de Golden Circle. Dus konden ze heel goed zien. Jair en mijn neefje waren echt helemaal vooraan gewoon. Wij stonden iets meer, iets meer aan de zijkanten. Maar hun stonden met mijn nichten vooraan. Dus hebben ze gewoon goed kunnen zien. Alles kunnen meemaken en echt genoten. Ik heb ook echt genoten. Het was echt leuk. Alleen moet ik wel zeggen dat ik die show van Amsterdam... Was dat vorig jaar? Vorig jaar.
wel iets leuker vond. Maar alsnog heb ik genoten, dus dat is belangrijk. Hij heeft het echt gewoon goed gemaakt na de laatste keer. Maar ja, het was gezellig. Nu ben ik moe. Ik ga even mijn make-up van mijn gezicht afhalen, douchen. En nog even snel wat eten. En dan ga ik naar bed, want morgen moet ik gewoon weer werken. Dus ja, ik kan helaas niet uitslapen. Maar goed, ja, al met al was het een gezellige avond. Dus ik zag toevallig ook, ik had niet eens gezien dat ze een mail hadden gestuurd. Want binnenkort is er Manja Festival in augustus. En alle gedupeerden die alsnog hun kaartje hebben gehouden, kunnen met een code 2 kaartjes halen voor de prijs van 1. Dus ja, ik denk dat ik daar wel gebruik van ga maken. Ik zat sowieso al te kijken om misschien naar het festival te gaan. En toevallig net zag ik dat ze een mail hadden gestuurd erover. Dus ik denk dat ik daar ook wel naartoe ga. Dus dat zo'n beetje eigenlijk. Ja, ik ga de video voor nu afsluiten. En ja, ik weet niet of ik morgen ga vloggen, maar jullie zien wel weer wanneer ik de camera erbij pak. Welkom bij een nieuwe dag weer. Het is vandaag... Laat maar even hier gaan staan voordat we doorrijden. Het is vandaag woensdag 26 juli. It's my birthday week. Had ik nog niet verteld, maar morgen ben ik jarig. Het is zo snel gegaan. Welke dag is vandaag? Vandaag is woensdag. Birthday. 26 juli. Anyway, morgen ben ik dus jarig. Ik ben vandaag vrij en ik heb heel wat ingepland weer, as usual. Zoals jullie zien, zien mijn wimpers er niet uit, dus die ga ik later doen. Maar ik ga nu even een taartje ophalen, want ik heb een taartje besteld. Die hebben we vandaag eigenlijk. Want morgen heb ik niet echt een planning. Dus daar gaan we nu naartoe. En ja, ik neem jullie gezellig mee. Ik ga nu naar mijn wimperstylist mijn wimpers fixen, want ze kunnen niet. Dus daar ga ik nu heen en dan zie ik jullie later. Zijn gefixt en mijn ogen branden. Oh my god. Zoek ik in de auto mee komen zitten. Beginnen mijn ogen gewoon te branden. Ja, dat. Wacht even. Ik haat dat echt wanneer ik net klaar ben met mijn wimpers. Ik moet even hier zetten. Oei. Oh. Het brandt. Oh my god. Anyway. Ik ga nu weer naar huis. Nee, ik moet rennen, die airco moet aan, want mijn ogen branden. Ik zie we zijn weer wat uurtjes verder. En ik was even, nadat ik mijn wimpers had gedaan, even met die kinderen naar het winkelcentrum. Ik zit nu in de auto. Ik wacht even op mijn zussen en Desmond. Want we gaan gezellig wat eten met z'n allen. We gaan weer naar papa Aswa. Omdat ja, Desmond en ik waren al geweest, zoals jullie hadden gezien in mijn vorige vlog. Of een paar vlogs hiervoor. Maar de rest nog niet. En hun wilde het ook graag proeven. En aangezien papa Aswa tijdelijk gaat sluiten... Of ja, ze gaan sluiten. Omdat ze gaan sluiten, dachten we van nou, we gaan nog een keertje. Zodat iedereen het dan ook geproefd heeft. En ik had er ook gewoon weer zin in. Dus ja, dat gaan we doen nu. Ik had echt geen tijd meer om me om te kleden en zo. Ik wilde eigenlijk iets anders aan doen. Maar ik dacht, hey, het is toch niet echt een spectaculair restaurant of zo. Dat je echt gedressed moet gaan. Dus ik heb gewoon dit aangehouden.
Hierna moet ik nog naar de kapper. Mijn haar laten doen. Ik had eigenlijk vanmiddag een afspraak om 2 uur. Maar de kapster had mijn briefje gestuurd of, we het, of ik later kon komen vanwege omstandigheden. Dus is de tijd even gewijzigd. Want ik eigenlijk best wel, aan de ene kant vind ik dat kut, want ik had liever dat ik nu gewoon klaar was met alles en dat ik na het eten gewoon naar huis kon gaan. Want meestal na het eten heb ik slapen en dan wil ik eventjes gewoon liggen, aangezien we later op de avond ook nog uitgaan. Maar goed, het is niet anders. Dingen gebeuren en ja, het is wat het is. Dus ik ga gewoon na het eten. En ja, dat eigenlijk. We zijn weer laat zoals gewoonlijk. We hebben voor 5:30 gereserveerd en het is nu 6:02. Ik heb net wel al gebeld dat we ietsjes later zijn. Maar deze mensen doen nog steeds traag. Maar goed. Ik zie jullie straks als ik er ben. Ik heb niet eens oorbellen aan, besef ik nu. Shit. Ja? Mag ik even? Nee, ik ga geluid eronder zetten. Zoals jullie zien heb ik mijn haartjes gedaan. En ja, ik moet weer even wennen aan die schuine scheiding. Ik heb altijd middenscheiding. En mijn haar is alweer een beetje broeien, maar goed. Ik ben thuis aangekomen. En ik ga me nu snel klaarmaken. Ik ga even opfrissen en zo aankleden. En dan off we go. Ik zie al dat ik om 12 uur nog hier ga zitten in mijn eentje. En ik besef net dat ik niet eens een champagne voor mezelf heb gekocht. Mensen, ik snap het niet. Zo, Oruyari en dan... Niet eens een champagne voor mezelf. Maar goed. Ik ga waarschijnlijk toch alleen hier zo zijn om 12 uur. Dus maakt in principe ook niet uit. Misschien drink maar een shot. In ieder geval, ik ga nu snel douchen. En dan even kijken wat ik aan ga doen. En ja, dan wacht op de rest. Dus... Ik kom zo bij jullie terug als ik gedoucht ben. En dan ga ik me snel klaarmaken en zo. Ik ben over precies 2 minuten jarig. En dit is hoe ik erbij zit. Ik heb niet eens leuke birthday pictures kunnen maken. Ik had een hele outfit gekocht daarvoor. Maar ja, it is what it is. Ik word gebeld, dus ik kom zo. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag 27 juli, which means it's my birthday. Sorry, ik zie er heel slaperig uit, maar ik ben net wakker. Ik heb gisteren niet echt gevlogd voor jullie. Ik zei dat ik nadat ik me had klaargemaakt zou vloggen, maar ja, broeiadores. We gingen later dan gepland uit huis, dus ik moest echt haasten. Ik had geen tijd om outfitcheck te doen, niks. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb ook niet echt gevlogd daar. Ik heb wel een paar beelden die jullie zojuist hebben gezien. But yeah, that's it eigenlijk. Oh, ik zie er zo moe uit. Ik ben ook moe en het weer is zo... Om depressief van te worden, gewoon. Ik snap het niet. Maar ja. Ik ga nu eventjes douchen en zo. En dan ga ik eten. Ik ben zo bij jullie terug. Kijk even naar het weer, mensen. What the hell? Even serieus. In dit weer wil je toch gewoon weer in je bed gaan liggen? Ik snap deze regen echt niet. Echt waar. Uitgerekend weer op mijn verjaardag moet dit weer gebeuren. Of de week van mijn verjaardag gaat het gewoon opeens regenen. Maar goed. Ah.
Dat zal wel. Ik moet ook naar de nagelstudio. Ik wilde mijn voeten gaan doen. En stand. Zegt die meid van ja, het kan niet. Jora, want ze zijn vandaag gewoon tot 7 uur open. Maar ik dacht, ja, weet je, het zal wel. Ik ben ook gewoon laat. Ik had gewoon veel eerder de deur uit moeten gaan. Maar ja. En gisteren, juist gisteravond, toen ik thuis kwam, is mijn teennagel gebroken. Dus ja, als ik nu gewoon echt een open hak aan doe, is het echt niet mooi. Ik moet het echt fixen, maar ja. Gaat niet, dus nu moet ik kijken wat ik aan ga doen. Ik zit ook op Jairo hier zo te wachten. Ik weet niet waarom hun in de regen buiten spelen, maar goed. Ik wacht tot hij komt en dan ga ik Aisha oppikken en dan gaan we weer naar huis. We zijn uren verder en ik heb me zojuist klaargemaakt. En of course ben ik weer laat, as usual, maar goed. Snelle outfit checken en dan ga ik de deur uit. Ik heb deze jumpsuit aan van de Zara met mijn Lanvins en mijn blazer van de Zara ook. Ik heb echt het idee dat mijn borsten gewoon echt plat worden, maar goed. Ik moet dat even goed zetten zometeen. Als jij wil ook een outfit checken, wat heb je aan? Mijn jumpsuit van de Zara en mijn slippers is... Ook van de Zara. Oké, let's go, want mijn zusje wacht op me, dus... Eet smakelijk! Eet smakelijk zijn. Proost! Dankjewel. Happy birthday to you. Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag, fijne verjaardag. Fijne verjaardag voor jou. Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe dag. Oh, waarom is mijn trui zo vies? Kanas. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Anyway, het is vandaag zondag. Zondag 30 juli. En ik ben me even snel aan het klaarmaken, want mijn peetmoeder, haar zus, heeft vandaag een pre. Dus daar gaan we naartoe. Dus ik ga zo meteen richting mijn moeder en dan daar kleden en verder klaarmaken en zo. En het begint best wel vroeg, dus ja, je moet de kotten aan. En om dat aan te trekken duurt best wel lang. Dat is laag over laag over laag over laag. Dus ja, gaan we gewoon daar naartoe, daar rustig klaarmaken en dan totdat het tijd is. Oh, mensen, ik heb mijn haren. Mijn handen zijn vettig, ik wil mijn haar niet vettig maken. Ik heb mijn haar een paar dagen niet gekamd. Kijk hoe het zit. Dus ik wil de staart hieronder niet zien. Maar we gaan kijken. Want. Ik moet mijn make-up ook alvast inpakken. Wat heb ik nu? Zo'n beetje. Anyway. Dat. Oei! Nee, het zit helemaal vast. Mijn god. Oh my god, nee, mijn haar zit helemaal vast. Hoe ga ik dit loskrijgen hoor? Oh my god. Nee, ik kom zo bij jullie terug. Nou, het is me gelukt om mijn haar los te krijgen. En ik ben me nu verder aan het klaarmaken. Ik moet nu hier ook al aan. Dus ja, ik wijs jullie straks als ik helemaal ben aangekleed.
Mama, draai een rondje dan. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Mijn haar is helemaal bruin door die hoofddoek. Het feestje was gezellig. Ik heb niet gefilmd omdat ja, ik hou er gewoon niet van om op zulke feestjes te filmen. Gewoon ja, vanwege mensen hun privacy meer. Ik vind het niet netjes. En het was trouwens ook verboden om te filmen. Dus dat moet je dan respecteren. Maar dat is echt gezellig. Ik ben eigenlijk nog nooit naar de pre gegaan waar je korte aan moest. Meer gewoon kimono dingen. Ik heb echt na jaren weer een korte aan. En ik zag zoveel mensen met zulke mooie kotto's. Echt mooi gewoon. Echt prachtig. Maar goed, het was dus gezellig. Ja, ik ben nu thuis. Ik ga even mijn gezicht schoonmaken. Pak even een stukje toiletpapier voor me. Mijn gezicht schoonmaken, douchen. En dan ga ik naar bed, want morgen moet ik gewoon weer werken. Dus, ja. Oh ja mensen, ik ga nog eventjes snel laten zien wat ik heb gehad van het feestje. Je kreeg dit bij binnenkomst, zo'n tasje. En daar zat een beker in waar je de hele avond uit kon drinken. Een bord waar je het moest eten met bestek. Wat lekkere dingetjes hebben we gekregen, cassava chips, dossie. Dat is cassava met gedroogde kokos, als ik het goed zeg. Bananenchips. Wat is dit? Een parfum. Een vaatdoekje. Een kommetje waar je soep uit kon eten. Oh shit, iets is gelekt. Iets is gelekt. Oh shit, dat ding is open gegaan. Mijn god. Ja. Ik ga weer terug. Dit is, hoe heet dit ook alweer? Ik ga even niet op die naam komen. Maar dit. Ik ben even die naam kwijt. Ik weet niet meer hoe het heet. Een zakje zuurgoed. Speculaas. Oh, die dingen zijn helemaal gevallen in die tas. Dit is, wat is dit ook alweer? Ik weet niet hoe ze dit noemen ook hoor. Ik ben echt belachelijk, maar dit in ieder geval. Maar dat is lekker, ik weet alleen niet meer hoe het heet. Nog een andere koek. Ik weet niet wat voor koek dit is. Het kokoskoek. Nee, is denk ik gewoon. Ik weet niet wat voor koek het is. Oh, heb ik nog meer? Nog een zakje cassava chips. Pinda's. Oh shit. Hand sanitizer. Het is helemaal met die dinges. Wacht even. Oh, dat zijn nu helemaal plakkerig. Hand sanitizer. En kijken. Kokosolie. En er was ook een soort van markt waar je dan dingetjes kon kopen. Groenten. En dit heb ik gekregen. Een sopropo. Ja, dat was het zo'n beetje. Dat kreeg je allemaal. Dit is een goed gevulde tas. Met allemaal lekkere dinges. Dus ja. Dat was het. En
ja, ik ga hierbij de video afsluiten. Vond je het een leuke video? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren voordat je stopt met kijken. En dan zie ik je weer bij de volgende video.